vanuit Studio 1. Hier is Harp. Hallo allemaal, Harry hier. Al een aantal maanden krijg ik berichten en reacties in de comments van mensen die zeggen dat ik mij binnenkort zou moeten verantwoorden voor mijn leugens voor het tribunaal. En dat snap ik ook wel, want dit was onvergeeflijk. It's not called Holland, it's called the Netherlands. Holland is only 2 provinces out of 11. Maar blijkbaar gaat het niet alleen om mij. Blijkbaar wordt er een tribunaal opgericht waar alle mensen die zeggen dat corona gevaarlijk is en dat vaccins veilig zijn, zich moeten verantwoorden en veroordeeld gaan worden voor hun uitspraken. Het idee is namelijk dat alle coronamaatregelen een inbreuk zijn op de mensenrechten en dat vaccineren ingaat tegen de code van Nuremberg. Het zal je dan ook niet verbazen dat dit tribunaal Nuremberg 2 wordt genoemd, vernoemd naar het proces wat door de geallieerden werd ingericht om nazi-oorlogsmisdadigers te berechten. Je weet wel, die nazi's die iedereen die iets zei wat hen niet aanstond voor een gerecht sleepte, veroordeelde en naar een kamp stuurde. Er zijn 2 problemen met dit nieuwe Nuremberg 2-tribunaal. Om te beginnen zijn coronamaatregelen niet tegen de mensenrechten. Er is niet zoiets als een fundamenteel mensenrecht op kroegbezoek. En ten tweede gaat die Nuremberg-code over het voorkomen van onvrijwillige medische experimenten op mensen. Vaccins zijn en niet experimenteel en vrijwillig. En ten derde, deze beschuldigingen zijn bullshit. De aanstichter van dit tribunaalverhaal is een Rainer Fulmich. Hij is een advocaat die in Duitsland en in Amerika woont en werkt en heeft besloten om de World Health Organization voor het gerecht te dagen. In de nieuwsberichten die rondgaan over dit tribunaal van Fulmich wordt nogal vaak vermeld dat Fulmich een advocaat is die zogenaamd Volkswagen en de Deutsche Bank op de knieën heeft gedwongen. Namelijk bij Volkswagen, bij de Dieselgate-affaire en bij de Deutsche Bank om iets anders. Nu heb ik gezocht, maar ik kan geen enkele bron vinden die bevestigt dat Fulmich iets te maken heeft gehad met een zaak of met een class action lawsuit tegen Volkswagen over Dieselgate. Laat staan dat hij daarbij betrokken was als aanklager of dat hij Volkswagen op de knieën heeft gedwongen. Het enige wat ik kan vinden over Deutsche Bank staat op de website van Fulmich zelf, waar hij zelf dus ook niets zegt over Volkswagen, waar iets in staat over een rechtszaak die hij heeft gevoerd. Hij was zelf trouwens voormalig aandeelhouder van Deutsche Bank. En daar is iets gebeurd wat ik niet helemaal begrijp. Maar om nou te zeggen dat Deutsche Bank op de knieën is gedwongen, is op zijn zacht gezegd een overdrijving. Maar hoe dan ook, het feit dat hij advocaat is en zeker geen aanklager, zou hem dan volgens deze berichten de standing geven en de autoriteit om een aanklacht in te dienen tegen de World Health Organization? Hoe dan ook, de eerste vraag die bij mij opkomt als ik hoor dat ik voor een tribunaal moet gaan verschijnen of dat de World Health Organization voor een tribunaal moet verschijnen, is wie gaat dit tribunaal dan organiseren? Onder welk gezag? Vanuit welk land? In het geval van de eerste Nuremberg-processen hebben de geallieerden, de strijdmachten die dus de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen en de nazi's hebben verslagen, de nazi-oorlogsmisdadigers voor het gerecht gesleept om hen aan te klagen voor misdaden tegen de menselijkheid. Dus tenzij Fulmich een eigen leger op de been weet te brengen, alle nationale regeringen en overheden weet omver te werpen en zijn eigen tribunaal weet in te stellen, zal hij toch echt via de bestaande juridische paden moeten lopen. Zo kan hij bijvoorbeeld op landelijk niveau een rechtszaak beginnen waarbij hij zegt dat bijvoorbeeld de coronamaatregelen niet terecht zijn. Zoals Willem Engel heeft gedaan in Nederland. En zoals Willem Engel elke keer weer heeft verloren. En als Fulmich besluit dat hij het niet per land wil doen, waar moet hij dan heen? Nu bestaat er inderdaad het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dit is een internationale organisatie die is opgericht om misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden te onderzoeken en te vervolgen. En Fulmich zou natuurlijk daar naartoe kunnen gaan en een brief kunnen sturen en zeggen: jongens, ik vind dat de maatregelen tegen corona en vaccinatie misdaden zijn tegen de menselijkheid. Maar er zijn 2 problemen met dit scenario. Eerste is dat het Internationaal Strafhof alleen zaken behandelt waarbij de landen waar de misdaden hebben plaatsgevonden of de vermeende misdaden hebben plaatsgevonden
zelf weigeren of niet in staat zijn om zelf deze zaken te onderzoeken. Nou, in geval van klachten over coronaregels heb je gewoon alle mogelijkheden om in Nederland, Duitsland, België, Engeland naar de rechter te gaan en zelf daar je klachten in te dienen. En die worden gehoord en die worden verwerkt. Dat zien we aan het feit dat bijvoorbeeld Willem Engel al die rechtszaken verloren heeft. Het tweede probleem wat veel meer geeft, is dat coronamaatregelen en vaccins geen misdaden tegen de menselijkheid zijn. De coronamaatregelen zijn tijdelijk en gaan niet in tegen de fundamentele mensenrechten. De vaccinatie bestaat al 225 jaar en is vrijwillig. Maar aha, zeggen nu tribunalissimo's. In Canada gaat de hoge rechter wel zich buigen over de aanklachten van Vilmich. Hier is alleen een nogal groot probleem mee. Het is niet waar. Vilmich heeft inderdaad in Canada bij een provinciale rechter een klacht ingediend. Maar die is verworpen. Het hoge rechtshof in Canada heeft zich er niet eens over gebogen. Heeft zich er helemaal niet bij bemoeid. Het is er niet eens terecht gekomen. Dus dat is niet waar. De enige manier waarop Vilmich en zijn volgelingen hun waanbeeld van een tribunaal kunnen verwezenlijken, is als ze er zelf een organiseren. Net zoals in Nederland bijvoorbeeld de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie is opgericht. De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie is een groepje mensen die zich verveelden toen met z'n allen in een zaaltje zijn gaan zitten en toen andere mensen in dat zaaltje vragen zijn gaan stellen. En dat is het. Het heeft geen rechtsgeldigheid, het heeft geen standing. Het is een groepje mensen die elkaar vragen gaan stellen en dat op YouTube zetten. Iedereen kan zichzelf een buitenparlementaire onderzoekscommissie noemen. Net zoals ik kan zeggen dat ik een buitenjustitieel particulier rechter ben. Ik verklaar hierbij dat Nederland 11 provincies heeft. Maar Friesland 11! De enige manier dus waarop deze tribunaalfetischisten hun tribunaal kunnen verwezenlijken, is als ze de nationale regering omverwerpen en in hun glorieuze nieuwe dictatuur alle mensen die dingen zeggen die ze niet willen horen voor het gerecht slepen en veroordelen. Waar doet me dat ook alweer aan denken? Dit was weer een nieuwe aflevering. Onthoud, als het om feiten gaat, wees net zo kritisch op je medestanders als op je tegenstanders. Doei! World Health Organization.